allemaal? Het is weer tijd voor een updateje voor de Nostalfoon. De leuke oude T65 PTT-telefoon waarmee je muziekjes kan afdraaien. Ook wel bekend onder Wonderfoon. En kijk maar eens op wonderfoon.nl. Daar heeft iemand al een prachtig ontwerpje gemaakt. In de vorige aflevering kon je zien dat ik dat een beetje een overkill vond. Dus dat ik het met een Arduino heb geprobeerd. Dat is een veel kleiner computerbordje. En nu heb ik ook hier een Arduino Nano liggen waarmee het kan. En een micro SD kaart shieldje waar dan de muziekjes op kunnen staan. Dus dat kan alweer kleiner dan de vorige keer. Maar terwijl ik daarmee bezig was, kwam ik op het spoor dit geweldige apparaatje. Dit is een MP3 CQ WAV audiofile player moduletje. Waar je gewoon duizenden, het ligt even een beetje aan de capaciteit van de micro SD kaart die je daarin steekt, geluidsfragmenten en dergelijke op kan zetten. En die kun je gewoon aansturen met een Arduino. Op basis van de kiesschijf van de telefoon natuurlijk. Die logica moet je natuurlijk wel maken. En dan ook nog kan hierop gewoon meteen een speakertje. Dus dat is hartstikke fijn, want dan heb je een beetje volume. Nou, ik verwachtte er veel van en mijn verwachtingen zijn uitgekomen. Inmiddels heb ik het prototype klaar en dat zie je hier. Links in beeld de Arduino en rechts dat moduultje. Ik heb meteen gemeten nog een controlelampje erop aan te brengen, een ledje wat aangeeft dat de netspanning is aangesloten. Omdat ik me kan voorstellen dat zoiets ergens staat en dan vergeet je dat het aanstaat. Verder een knopje dat mimiekt eigenlijk de extra knop die sommige T65 telefoons hebben. Namelijk onder de kiesschijf zit vaak nog een extra button. Ja, ik weet niet eens precies waar die voor gebruikt werd. Ik geloof voor het doorverbinden of het flashen van gesprekken. De telefoon die mijn oom aanleverde had dat knopje ook. En het is natuurlijk leuk omdat er toch nog poorten over zijn op die Arduino. Om dat knopje ook te gebruiken op die telefoon. Dus dat gebruik ik nu voor het afspelen van willekeurige muziekfragmenten. Ik zal het zo even laten zien. Laten we eerst de horen van de haak nemen. Nou, is hoorbaar, een kiestoon. Nu gaat het lampje knipperen. Het ledje was net gewoon groen. En dit geeft aan dat je kunt gaan kiezen. Dus laten we maar eens wat kiezen. Weet ik veel. Dan zien we hier wat hij gedetecteerd heeft. En de muziek. Dat is weer de... Het is weer de bonte dinsdagavondtrein. Je ziet het ledje is nu rood. Geeft aan dat de muziek klinkt. En ik kan meteen de hoorn op de haak gooien. Het leuke is dat het systeem van 100 muziekjes adresseren nog steeds intact is gebleven. Dus ik heb 100 muziekjes erop zitten. En een mooie sinus keystone gemaakt met een testgenerator. En die heb ik opgenomen. Dat leek uiteindelijk toch makkelijker dan helemaal zelf weer een sinus te gaan maken. Want een blokgolf, dat klonk toch niet echt als een ouderwetse zwoele keystone. Dus u ziet, er zijn alweer bijzonder wat verbeteringen doorgevoerd. Ik denk dat ik er ook wel eens een beetje ben hoor. Ik ga hem nu inbouwen in een telefoon. Dus het volgende filmpje zal wel de telefoon zelf zijn. Ik zal nog even een korte demo geven van de random functie. Je neemt de horen op. Hier, dit lampje geeft aan dat er een kiesfase is. En als je niks gaat kiezen, maar gewoon meteen op het flesknopje onder de kiesschijf op de telefoon drukt, dan krijg je dit. Oké, kun je ook hier zien. Random Bank 7 Song 9. En als ik het knopje nog een keer indruk. Bank 1 Song 3. Nou ja, et cetera. Op die manier dus mogelijk om ook gewoon willekeurig door de muziekjes heen te gaan. Dat leek me een extra leuke optie. Er zit ook zo'n knopje op, dus waarom zouden we er niet wat mee doen? Nou, dit wordt al een vrij lang filmpje. Ik ga ermee stoppen en tot het volgende filmpje maar weer.
Nou, en hier dan het kant-en-klare resultaat. Een T65 telefoon. Ik denk zo uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Wel bekend. Het leuke was dat dit model ook nog een extra knopje onder de kieschijf had. Dat noopt natuurlijk tot nog meer leuks. Adaptertje. Die gaat erin. Het wordt gewoon met een externe voeding van 7 volt tot 9 volt. Gaat erin. Op dat moment kun je ook zien aan de voorkant dat hij is ingeschakeld. Dus anders dan zou je maar vergeten natuurlijk. Als je op een bepaalde plek staat. We nemen de hoorn op. Lampje gaat knipperen. Dat betekent dat je wat kunt gaan kiezen. Nou, laat ik 03 doen. Dan is bank 10, nummer 3. Nou, hartstikke leuk. Ik herken het niet meteen, maar... Nou, even een andere. Met de random knop kun je meteen naar een nummertje toe gaan. Tenminste, een willekeurig nummertje. Dus als je geen zin hebt om te draaien, dan blijf je gewoon achter elkaar leuk op die knop drukken. Nou, meer kan ik er niet van maken. Het kost in ieder geval geen PTT-telefoontikken meer om je favoriete muziek af te spelen. Wie wil dat nou niet? 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.